De emotionele burn-out van André Hazes Jr. duurt maar voort, maar heel slecht lijkt het niet met hem te gaan. Hij beleeft de ene na de andere luxe vakantie, dan zit hij weer in Las Vegas, dan weer in Spanje en dan weer in Italië. De reden dat hij geen letter zegt in de media, is omdat zijn verzekeraar dan niet meer uitkeert. Terwijl André er dus warmpjes bij zit, komen zijn bandleden nauwelijks de winter door. En dat zou André van binnen helemaal verscheuren. Grote zorgen om de financiële toekomst van zijn geliefde bandleden, met wie hij al jarenlang optreedt en een welharmonieuze familie vormt, spelen André danig parten, weet de story. Een beetje hypocriet is dat natuurlijk wel. Als André zich echt zo begaan zou voelen met zijn muzikale familie, dan zou hij daar immers wel naar handelen. De volkszanger heeft genoeg geld om de ene na de andere luxe vakantie te boeken en om zijn schoonmoeder op een heuse chanel -tas te tracteren. De story hoopt dat André zijn zorgen een plekje kan geven nu hij weer een nieuwe scharrel heeft, Anne-Roos Zonneveld. Met een nieuwe liefde in zijn leven, schijnt de zon intussen volop voor de zanger. Dat zal zijn mentale gezondheid zeker ten goede komen. Het is wellicht tijd dat André's bandleden overstappen op Mart Hoogkamer. Deze zanger, die nors is van drank en drugs, wordt door sommigen gezien als de ideale opvolger van André.